Simone Visser, wethouder in Dechterland. Jullie gaan 8 maart een website presenteren aan de mensen. Ja. Wat moet ik daarbij denken? We hebben een gezinswijzer gemaakt, een website voor gezinnen in Dechterland, waarbij ze informatie kunnen vinden over het krijgen van kinderen, het opvoeden, maar ook over relaties. En als mensen gaan scheiden, kunnen ze daar ook informatie op vinden. En informatie ook om te weten waar kan je naartoe met je vragen. Welke partners die daar aan meedoen, hebben dat eigenlijk bedacht? En wie was eigenlijk degene die zegt van dit moeten we gaan doen? Nou, ons eigen gebiedsteam, Team Inzet, is de initiatiefnemer van deze website. En die hebben dit samen met... Zijn dat ambtenaren? Nee, dat zijn medewerkers wel van de gemeente, maar die zitten in een eigen team. En die verlenen de zorg aan inwoners in de anderhalve lijn. Wat denkt de gemeente mee te bereiken? Nou, we hopen dat mensen eerder weten waar ze terecht kunnen. En dat het aanbod meer samengebracht wordt. En dat ze dus ook eerder hulp krijgen als dat nodig is. Maar ook bijvoorbeeld weten wat voor activiteiten er allemaal georganiseerd worden in ons cursusaanbod. En het gaat niet alleen om het cursusaanbod van de gemeente, maar ook van onze samenwerkingspartners zoals de GGD en de verloskundige praktijk. Ik zag een hele rij met organisaties en ideeën. Hoeveel waren het er? En de organisaties die betrokken zijn, nou, die website zit eigenlijk vol met organisaties. Want we doen niet alles zelf, maar we zorgen er ook voor dat informatie van anderen op die website staan. En dat is heel breed. Dat is vanuit het algemeen maatschappelijk werk, vanuit Team Inzet zelf, de GGD, de verloskundige praktijk, onze oude kindondersteuners, maar ook bijvoorbeeld informatie vanuit het scheidingsplein staat op de website. Minder problemen bij de jeugdzorg? Nou, we hopen natuurlijk dat kinderen dat het goed gaat met de kinderen in Dechterland en dat mensen tijdig om hulp vragen als dat nodig is. En als er echtparen gaan scheiden bijvoorbeeld, dat ze ook als ze er samen niet uitkomen, dat ze op tijd ondersteuning krijgen, zodat de kinderen geen last hebben van moeilijke situaties in het gezin. Jeugdzorg is uit de provincie Wedaan een aantal jaren geleden naar de gemeente gegaan. Hebben jullie daar erg veel problemen mee gehad met die opstart van jeugdzorg hier in de gemeente? Ja, we hadden wel al heel veel deskundigheid op het gebied van het bieden van jeugdzorg in onze gemeente. Maar het is wel wennen als je alles moet doen. En we merken nu dat we echt toe zijn aan de volgende stap. Eerst was het alle wetgeving kwam naar de gemeente toe. En nu merken we weten nu beter wat er speelt en wat er nodig is. En deze gezinswijzer is daar eigenlijk een voortvloeisel uit. Zijn jullie niet bang dat er dan eigenlijk een overdadig gebruik wordt gemaakt van deze voorlichting die jullie gaan geven? Nou, we hopen natuurlijk dat er heel veel gekeken wordt naar de website. En dat die website zoveel informatie bevat dat mensen zelf verder kunnen. Maar als mensen niet zelf verder kunnen, dan is het belangrijk dat ze weten waar ze naartoe kunnen. Dus het helpt, als het goed is, mensen juist verder op weg. Er zijn links op die website. Is dat makkelijk ook allemaal weer terug te vinden voor de mensen? Die website is heel overzichtelijk opgebouwd. Waarbij je dus met een paar klikken eigenlijk de informatie krijgt die je zoekt. En de informatie komt niet alleen van onszelf, maar ook van andere partijen. Dus als zij informatie vernieuwen, is die ook meteen actueel op onze website. Hoeveel gezinnen zijn er eigenlijk de laatste jaren toch in de problemen gekomen met scheidingen, met jeugdzorg, met problemen van hoe ga ik het verder regelen als ik zwanger ben? Ik heb geen zicht op de aantallen hoeveel gezinnen er in de problemen zijn. Want het zijn natuurlijk allemaal verschillende organisaties die ook verschillende mensen ondersteunen. We merken wel dat de vragen vanuit inwoners, heel veel van die vragen, komt vanuit gezinnen uit een scheidingssituatie. En dat is eigenlijk ook de aanleiding geweest om deze website op te zetten. Omdat we toch merken dat het ingewikkeld is als mensen gaan scheiden en er nieuwe vragen ontstaan. Dat we denken deze website kan daar heel erg bij helpen. Hoe waren de reacties uit de gemeenteraad? De gemeenteraad die gaat deze website natuurlijk ook nog zien. Dus ik heb net een voorproefje aan u gegeven, maar we gaan een dinsdag lanceren. En daarna wordt die ook gedeeld met de gemeenteraad. Dus ik verwacht daarna inderdaad wel reacties vanuit de raad. Jullie krijgen nu de primeur van de website, die dinsdag officieel pas gelanceerd wordt. En daarna wordt die ook gedeeld met iedereen hier in de gemeente, dus ook met de gemeenteraad. En ik zou het heel mooi vinden om te horen wat mensen ervan vinden. En als er tips zijn om dingen nog beter te krijgen, horen we die natuurlijk ook heel graag. Wat is de naam van de website? www.gezinswijzerdrechterland.nl. Daar kunnen we het vinden. Ja.